Uiteraard ruim plaats voor Mr. ADO. Zo mag je toch zeker noemen. Aad Mansveld, die in de rijke historie van ADO enorme naam en faam heeft opgebouwd. Niet alleen in Den Haag, maar ook ver daarbuiten. Genomen door Leo van Veen en schitterend benut door Jan van Sta. Dit is het schot van Mansveld. Zit erin! Mansveld van een goal! Wat schitterend! Mansveld! Als ik hem gezien heb in die tijd, voor een laatste man, een fantastische voetballer. Omdat hij verdedigend erg sterk was. Maar zo verschrikkelijk goed ook is in coachen. Het verlengstuk voor een trainer. Wat dat betreft, Boskov liep met hem weg. Jezek ook en al die mensen. Happel had hij nog wel eens een beetje aanvaring mee. Maar dat was in zijn jeugdjaar een beetje natuurlijk. Maar geboren prof. En had de sterke punten dat hij dus als hij mee naar voren kwam, scoorde altijd. Aad, als we gemakshalve aannemen dat dit een directe vrije schop is, vind je dit een situatie die ook op het veld zou kunnen gebeuren? Nou, ik vind dus deze situatie, dus zoals dus deze speler hem neemt dus, dat dus deze speler dus staat dus hier en hij loopt en hij gaat dus, hij loopt dus weg hier zo, dan vind ik het persoonlijk dus wel een moeilijke vrije schop, omdat hij hem dus met zijn rechterbeen schopt en hij zou hem dus keihard dus schieten, laat ik het dus zo zeggen, dan is het dus moeilijk om van deze hoek in deze hoek te schieten dus. Hè? Omdat een keeper, die stelt dus een muur op naar deze speler en deze speler staat dus altijd gelijk met de paal dus. Duidelijk, ja. Er zijn nog natuurlijk diverse andere mogelijkheden, noem eens een andere mogelijkheid om deze vrije schop te nemen. Nou, van deze situatie is het dus mogelijk als deze speler dus, deze speler plaatst hem dus naar deze speler en deze die tikt hem dus door, omdat dus, hij staat dus hier gedekt. Hij tikt de bal dus hierheen en deze speler draait ze dus eigen om. Ze dus zo doen dat deze hierheen komt en dan die vrij voor de keeper en eventueel intikt. Zullen vermoedelijk weer er langs lopen, ja, en nu komt de boogbal. Ah, dat was een goeie en een goal. Ja, ja, het is een goal van Schoenmaker. Een goal van Schoenmaker na een uitstekende boogbal van Mansveld. Maar de dominerende Haagse aanvoerder gaat zelf die vrije schop nemen. Precies halverwege de tweede helft. Er is een muur van 6 man. Dit is de aanloop. Hij geeft een goed paasje naar Perazic. Die moet nu trekken. Doet dat goed. Kroos is hem kwijt. En het is een goal. Het is een goal van Den Haag. Als je Aad kijkt natuurlijk uit de jeugd vandaan, dan is het een prestatie geweest. Want dat was helemaal geen grote voetballer in de jeugd. 2 keer zijn been gebroken. Maar op basis van er willen komen, de goede mentaliteit, is hij er gekomen. Hij was bijvoorbeeld 1-benig. Hij heeft zelf getraind dat hij 2-benig werd. In alles. Het was een geboren profvoetballer. Voor de club was het natuurlijk helemaal, want hij had een rood-groen hart. Dus diverse keren dat hij een goede transfer kon maken, werd hij weer door de slimme woorden van in de tijd meneer Hartman, meneer Chauffeur, Gerard Slager, toch weer bij de club gehouden. De eerste plaats, hoeveel wedstrijd die je moest spelen bij ADO om lid te worden. Nou, dat was de werk dus geslaagd. Toen had je hier bij ADO een onderlinge competitie en dat bestond uit leeuwen, tijgers, kangoeroes. Het was een onderlinge competitie en dat, ik geloof dat dat 2 jaar heeft geduurd tot ik een jaar of 12 was. Welke positie speelde je toen? Ik ben begonnen hier bij ADO. Linksbinnen heette dat toen niet uit, want linksbinnen dat was eigenlijk vroeger, toen ik kind was, eigenlijk de positie eigenlijk in het elftal waar iedereen eigenlijk wou voetballen. Pelen, die had nummer 10, was linksbinnen. Dus dat wou ik eigenlijk ook graag en dat heb ik toch een aantal jaren gedaan. Nou, bestuur was van mening dus dat Aad Mansveld eigenlijk weinig voor kon, dus die moest maar eigenlijk naar de amateurs, naar de derde. En toen zei Ernst Happel, die was trainer bij ADO geworden en die zei van nou, laten we maar een klein contractje geven en laten we maar eens proberen of die dat haalt. Want hij zag schijnbaar toch wel wat in me. Feyenoord en Ajax was natuurlijk in die jaren natuurlijk al het topvoetbal van Europa eigenlijk. En de spelers van Ajax en Feyenoord, toen kun je dus nakijken, die speelden eigenlijk in Nederland zelf al. Je moest wel van hoge huizen komen als je in ADO speelde of in Sparta speelde of Roda, die bestond toen eigenlijk nog niet. Maar
dan kwam je haast niet in het Nederlands elftal. Dan moest je wachten dat een speler geblesseerd was. Tot ik eindelijk mijn kans kreeg tegen het Tsjechoslowakije uit. En die wedstrijd die wonnen we daar met 2-1. Mansveld wordt steeds brutaler, schiet daar. En we gaan de Belgen, althans zo ziet het eruit, nu toch wel onder druk zetten. Ja, nou ja, het is een cliché wat ik nu zeg natuurlijk, dat de spelers die in de oorlog geboren zijn, die mentaliteit krijgen natuurlijk. Ja, ik denk dat het komt dat wij vroeger toch, zoals in een speeltuintje, op straat moesten lopen voetballen. Een bepaalde mentaliteit meekregen van, jongens, op straat hebben we het geleerd, op het veld laten we het zien. Ja, voor mij zat het erin natuurlijk dat ik naar die WK in Duitsland ging. En daar leefde ik natuurlijk al helemaal naartoe. En ik kan me nog goed herinneren dat we op een vrijdag, die 13e maart, moesten trainen. En dat er een hoge bal aan kwam en ik spring in de lucht en kop die bal weg en ik kom verkeerd neer. En knak hoor en ik ineens mijn enkelbanden helemaal afgescheurd. Einde droom. Ja, dat was een einde droom, ja. Dat is een van mijn grootste teleurstellingen in mijn leven wat ik ooit mee heb gemaakt. Financieel was dat natuurlijk een aardige tik wat ik misliep. Maar het WK, wat ik eigenlijk zo dichtbij zat om dan te moeten missen, dat was ja, heel erg. Ik denk dat Mansveld dat zelf even dat varkentje zal willen wassen. Perasic voelt er ook wel wat voor. Maar de dominerende Haagse aanvoerder gaat zelf die vrije schop nemen. Precies halverwege de tweede helft. Er is een muur van 6 man. Dit is de aanloop. Hij geeft een goed paasje naar Perasic. Die moet nu trekken. Doet dat goed. Kroos is hem kwijt. En het is een goal. Het is een goal van Den Haag. Grandioos. Mansveld. Grandioos. En toen kwam natuurlijk de bekende wedstrijd West Ham United, waarbij ik hier thuis dus een hat-trick mee heb gemaakt. Waar wel bij 2 penalties waren. Maar goed, ze moeten er wel in. Maar dat was voor mij eigenlijk ook een hoogtepunt om in de Europa Cup wedstrijd als verdediger een hat-trick, een zuivere hat-trick te maken. Dat was voor mij echt een kick. Bal wordt weggehaald. Zwanenburg zou kunnen schieten. Bal wordt opnieuw weggehaald. En daar komt dan Mansveld met de linkervoet keihard. Nou, was voor mij natuurlijk een bekroning voor mijn voetbalcarrière natuurlijk. Als je dan als 33-jarige voetballer nog naar Feyenoord gaat. En, voor het Haagse publiek was het natuurlijk een afknapper van je welste. Maar ja, goed, ik verdiende bij FC Den Haag 80.000 gulden. En bij Feyenoord verdiende ik 150.000 gulden. Dus ik zou natuurlijk wel een hele grote Jan Lul zijn als ik nu dus niet naar Feyenoord ging. Maar er zal toch wel vaker belangstelling zijn geweest van andere clubs voor jou? Ja, ik kan me nog goed herinneren dat ik in 1970 ben benaderd door Ajax toen die tijd. En in 1971 door PSV en Anderlecht ook in 1971. Toen had ik nog een contract van een jaar toen ik tussen de Haag niet gaan. Of Ajax of Feyenoord. Nee, Ajax of PSV of Anderlecht. Die moesten toen 1 miljoen gulden betalen. Ik ken haar in 1971, dan had ik wel weg mogen. Nou ja, dat was voor een verdediger. En zeker in die tijd, in 1970 natuurlijk een bedrag, daar schrok eigenlijk iedereen van. Dus eigenlijk ben ik toen eigenlijk bij Den Haag gebleven. En toch, eigenlijk Den Haag trouw gebleven tot 1977. Voetbal op zich is voor mij iets dat ik, daar sta ik mee op en dan ga ik mee naar bed en eigenlijk nog steeds. En als ik dan terugkijk die periode, die voetbalperiode die ik heb meegemaakt, het is natuurlijk een hele lange tijd geweest, heb ik dat iets ervaren als een verrijking van mijn leven, moet ik zeggen. Want het was niet alleen een goede voetballer, hij was dominant, maar het was ook een heel aparte persoonlijkheid. Nou, ook wat Lex zei, hij moest je wel mogen. Anders was hij een hele kwade jongen. Maar ons mocht hij wel. Ja. Is het zo als dan een kwaaie pier? Ja. Dan wat ik al eerder zei. Dan kon hij wel eens spelers op de training bewust raken. Om het weer even recht te trekken. Maar het was natuurlijk. Ik heb mijn hele carrière. Hebben we
we samen opgetrokken. Ja, bepaalde mensen hebben dat gewoon, Kees. Dat heb je in je en dat had gewoon. Ging automatisch. Ja. En het was natuurlijk ook, hij stond ook op een plek waar hij alles kon overzien. Hij stuurde ook spelers aan, hij gaf adviezen. En ook naast het voetbalveld was hij ook gewoon toch een persoonlijkheid. En dat heb je of dat heb je niet. Dat is gewoon zomerdaad. Of dat was zomerdaad. En hij had humor. En dat gigantisch humor, want we hebben enorm gelachen. Ja, ik zie nog deze opname. Ik weet nog goed dat we een keer bij Burg kwamen en zeiden van nou... Theo van den Burg. Als ik hem afzet, dan mag jij hem even lenen. Ja. Dus hij droeg al hij was helemaal kaal en aan het pruik. Maar hij was ook hard voor anderen, maar ook keihard voor zichzelf. Ik heb in mijn speech dus verwoord wat ik voelde van Aad. De rots die brokkelde steeds verder af. En daar ging dus mijn verhaal over tijdens zijn begrafenis. En zo heb ik het ook ervaren. Ja. Hoe ik het ervaren heb, Henk, is die enorme rij mensen die bij de begraafplaats stonden om aan te geven hoe groot Mansveld is geweest voor de stad Den Haag. Hè? Ja. Ongelooflijk, stonden gewoon buiten. Ja. Stonden gewoon speakers buiten. Konden niet naar binnen in die aula, want die was te klein. En dat was een hele grote aula. Maar er stonden een paar duizend buiten, geloof ik. Ja, dus dan kan je toch zien wat zo'n man betekend heeft. Dat het gewoon een autoriteit was. Fantastisch mens. Hij had ook, denk ik, in het trainersvak zijn karakter ook het hoogste willen halen. Alleen ja, hij wilde nooit naar een trainerscursus. Maar als je ziet tussen welke clubs hij ook getraind heeft, die mensen die hadden altijd heel veel lol en hij trainde heel erg plezierig. Ja, dat is toch was voor ons een groot voorbeeld. En Henk heeft hem in het laatste jaar meegemaakt. Ik heb hem het laatste jaar meegemaakt omdat ik dan... Omdat hij moest stoppen bij Laakkwartier. Ja. En toen zei hij gekscherend, joh, doe jij een trainingje voor me? Nou, dat werden er steeds meer. Omdat, ja, hij werd natuurlijk steeds zieker. Ja, dat is dan triest als je zo'n jongen dus... wat mij persoonlijk aangreep, dat hij zei tegen mij van, joh, ik moet naar de wc, maar ik kan niet. Nou ja, dan zeg maar, ik ga dat ding niet vasthouden, hoor. Dus die humor had hij gewoon. Nou, dan bracht hij hem naar de wc en dan ging het wel. Maar dat is, hij was keihard voor iedereen, maar ook voor zichzelf. En dat tot aan het laatst toe. Aad Mansveld.